kom al jaren hier, dus dit is een wedstrijd waar we niet mogen missen. De laatste keer was het 2005, dus we gaan het zien vanavond. Na 38 wedstrijden staan we straks bovenaan, dus dat is het belangrijkste. Had je dat ooit verwacht? Ja, dat had ik wel verwacht. Tenminste, met zo'n budget en met de spelers die zijn gebleven en erbij zijn gekomen, dan mag je dit wel verwachten. Ben je op Amaliaplein geweest of zo? Ja, natuurlijk. Ja. Hoe was het daar? Groot feest, rookbom, noem maar op, vuurwerk, politie, alles. Maar het was gezellig. Ja, zeker. Zeker. Hey, goeiedag. Ik heb dinsdag al een afspraak voor een tattoo. Dus mocht je dinsdag geen tijd hebben, kom langs en laat ik het jullie zien. Veel plezier vanavond. Dankjewel. Wat gaat er door je heen? Ja, euforie, geweldig. Dit is waarom dat je hier naartoe bent gekomen, om te promoveren. Nou, dat hebben we gedaan. En als je daarna dit ook nog mee kunt maken en er altijd in geloofd hebt met de staf en met de spelers. Nou, dan is die beloning geweldig. Want het ging niet altijd even perfect, hè? Nee, maar dat kan ook niet. Dat kan ook niet. Ik bedoel, een seizoen heb je altijd ups en downs. En ik vind dat we altijd keihard hebben gewerkt.
En dat is voor mij het belangrijkste. Is er één moment geweest dat je getwijfeld hebt, we gaan er niet aan? Nogmaals, laatste verzoek. Nou, je hebt altijd twijfels. Als jij net in januari een aantal keren verliest achter elkaar, dan moet je nog harder gaan werken. En dan moet je als groep bij elkaar blijven. Kijk, mijn geluk was dat wij een technische staf hadden die heel dicht bij elkaar was. En vanaf het begin hebben we gezegd, zo gaan we het doen. En dat hebben we eigenlijk ook vastgehouden in de tijd dat het wat minder ging. En dat is belangrijk. Hou je die groep bij elkaar? Ja, dat gaan we bekijken nu dus. Dat zijn dingen die daar gaan we de komende weken over hebben. Wat ga je vandaan doen? Drinken. Proost. Dankjewel. Een paar fantastische reddingen weer vandaag. En het hele seizoen eigenlijk, hè? Het is een heel mooi seizoen geweest. En ja, dat je nu kampioen bent, dat is zo gaaf. Heb je op het veld ook door wat er bij die andere wedstrijd gebeurt? Nee, totaal niet. We hebben ook gezegd, we focussen ons puur op onszelf. Wij moeten winnen. En dat hebben we gedaan. Was het moeilijk vanavond? Ja, ik denk dat de kansen over en weer waren. Zij begonnen, voor mij pakte ik in de eerste 10 minuten of zo een goede bal. Ja, het ging een beetje op en neer. Zij waren wat dominanter, denk ik, aan de bal. Zouden veel meer wel bezit. Dit soort wedstrijden zijn vaak niet om aan te zien. En dan gaat het erom dat je heel veel energie erin legt. Ja, en dat je hem winnend afsluit. En hoe? Het zal mij echt helemaal niks interesseren als we maar winnen. Wat vond je van dit seizoen? Nou ja, kijk, als je kampioen wordt, dan heb je een heel goed seizoen gedraaid. Er zitten 8 clubs in deze competitie die willen promoveren. Dat hebben wij gehaald in 1 seizoen. Ik weet van vorig jaar hoe moeilijk dat is. Dus je kan alleen maar zeggen dat wij een goed seizoen hebben gedaan. Wat ga jij vanavond doen? Sorry? Wat ga je doen vanavond? Kampioenen!